twee keer goud voor Sherendi Martina en goud en zilver voor Patrick van Luik. Een fantastische prestatie van de lopers van Rotterdam Atletiek. En het is dan ook logisch dat beide op Schiphol aankwamen met een grijns van oor tot oor. Ik heb hard gelopen en twee gouden medailles. Dat is goed, man. Ik zie zo'n grijns, die begint hier zo'n beetje bij jou en die eindigt hier zo ergens. Ja, ik heb hard getraind en goed gelopen, dus ja, ik ben blij. Waar Martina al verzekerd was van deelname aan de Spelen, moest Van Luik zich nog kwalificeren. Met de estafetteploeg is dat nu gelukt, maar op de 200 meter liep Van Luik de limiet niet. Toch mocht dat de pret niet drukken. Dit is natuurlijk nog een hoogtepunt van je carrière, dus dan kijk je niet naar andere dingen. Maar vanaf morgen ben ik gewoon weer gefocust, want dan loop ik in Bottrop aanstaande vrijdag en zaterdag. En daar ga ik me dan kwalificeren voor de Spelen. Hoppa, daar ga je kwalificeren. Ja. Maar dit nemen ze sowieso nooit meer af. Dit nemen ze me niet meer af.